Welkom in het Koning Boudewijnstadion in Brussel voor de tweestrijd tussen Vlaanderen en Wallonië. Het belooft een spannende wedstrijd te worden. De supporters hebben hun kant gekozen en zijn helemaal uitzinnig. Je merkt dat ze veel verwachten van hun spelers. Beide ploegen staan nu klaar en iedereen wordt stil voor het Belgische volkslied, de Bravassonne. Allons enfants de Oei, wat doet Le Terme nu? Daar lijkt Le Terme zich toch even te vergissen. Ja, het zullen wel de zenuwen zijn. Kijk, iedereen gaat al op hun plaats staan. De Hane geeft de aftrap en past de bal naar Yves Le Terme. Hij loopt over de middenlijn. Le Terme wordt meteen onder druk gezet door Milquet. En de andere Walen die vliegen er ook meteen op. En wat doet die Roepo nu aan de zijlijn? Gaat hij erin komen? Jazeker, hij wil Le Terme belagen. Maar dat is buiten scheidsrechter De Crème gerekend. Hij verwijst die Roepo terug naar de kant. Tweede actie op het veld. Le Terme geeft de bal af onder druk en loopt terug naar de eigen helft. Maar wat nu? Le Terme wordt belaagd door de eigen spelers. Ja, Le Terme is weer in balbezit, maar daar verschijnt die Roepo opnieuw. Lijnrechter Albert II vlacht en De Crème fluit af. Hij verwijst die Roepo weer naar de zijlijn. Ongelooflijk wat die man daar allemaal uithaalt. Maar daar is Le Terme opnieuw. Milquet verdedigt, een vliegende tackle van Milquet velt Le Terme. Le Terme vliegt machteloos door de lucht. Pauw! Met een knal komt hij neer. Scheids, dit moet toch fout zijn, hè? De scheids vraagt de verzorging aan voor Yves Le Terme. De gucht komt tussen beiden. Hij geeft Le Terme wat ruimte, zodat hij naar de kant kan gaan. Maar wat een match ongezien. Ja zeg, wat was dat allemaal? Daar werd ik toch wel zwaar verkeerd begrepen. Excuseer me, ik heb een belangrijke taak om af te maken.